Ze zijn weer begonnen, de jaarlijkse Lindegrachtconcerten in Alkmaar. Het zag er dreigend uit en afgaande op de voorspellingen hadden sommigen het zekere voor het onzekere genomen. Maar paraplu's zijn tijdens de Lindegrachtconcerten ten strengste verboden. Wel werden er poncho's uitgedeeld en die bleken dinsdagavond bijzonder van pas te komen. Gezicht vanaf hier. Natuurlijk ging het concert gewoon van start, want van een beetje hemelwater raakt niemand echt van streek. Ik wens u ondanks alles heel veel plezier. Direct opviel was het nieuwe podium, waarvan de bouw maandag al is begonnen. We hebben een complete metamorfose ondergaan. En de aanleiding daarvoor is dat je A, dat je om de zoveel tijd eigenlijk vernieuwen moet. Maar B, dat wij eigenlijk een wat groter podium wilden hebben. Waardoor we A, wat grotere gezelschappen kunnen hebben. Maar ook de interactie tussen de muzici en het publiek. Ons dankbare publiek, dat die interactie wat steviger kan. Die dame. Dat komt niet op een uitgebreid ponton, want dan zou de scheepvaart in gevaar komen. En na veel vijf en zes, na 14 maanden voorbereidingstijd, ligt er dan nu een ponton wat aan alle eisen voldoet, naar ik hoop. Ja, want dat heeft, heb ik begrepen, nog wel wat voeten in de aarde gehad, want je legt niet zomaar maar balkjes over die gracht heen. Nee, de kadermuur die moet het kunnen, die is heel dun. Dus die kan je niet benutten, dus je moet over de kadermuren heen. En dat betekent dat er een werkpodium en balken onder liggen die een fors gewicht kunnen hebben en die zeg maar zo'n 13 meter lang zijn.